Met de uitgifte van het Certified Condition Report bij de aankoop van een voertuig wil Yokohama Trading klanten zekerheid geven dat zij een voertuig vrij van schade kopen. Volgens het bedrijf is gebleken dat malafide verkopers van tweedehandse voertuigen klanten belazeren door met name de kilometerstand van het voertuig terug te draaien en andere tekortkomingen aan het voertuig te verzwijgen. Daarom brengt het bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting middels het meegeven van een certificaat waarin de conditie van het voertuig vanaf de verscheping uit Japan is aangegeven. We spraken Robbie Jowen, Operations Manager bij Yokohama Trading, hierover. Het is eigenlijk belangrijk, omdat met een Certified Condition Report zie je eigenlijk die hele history van die auto. Je ziet de conditie en de veilingsgegevens voordat die auto verscheept is uit Japan. Je ziet ook nog de technische inspectie van die voertuig voordat die verscheept wordt uit Japan. En met een Certified Condition Report heb je meer transparantie, meer zekerheid en meer vertrouwen in het voertuig die je koopt. Wat we hebben gemerkt en waar klanten zelfs ook naar ons toe komen, is ze zien bijvoorbeeld elders van voertuigen die schade hebben, voertuigen die roest hier en daar hebben, voertuigen waarvan ze plotseling erachter zijn gekomen dat die kilometer is teruggedraaid. Natuurlijk hebben we het vertrouwen van onze klanten, maar met zo'n Certified Condition Report geef je meer naar de klant toe. We staan ervoor dat we transparant zijn, we staan ervoor dat we die vertrouwen hebben, die zekerheid geven. En daarom gaan we vanaf nu ook bij elke voertuig, zodra die geleverd wordt, een Certified Condition Report meegeven. Robbie Jiawan, Operations Manager bij Yokohama Trading. Het bedrijf geeft sinds kort bij de aankoop van een voertuig een Certified Condition Report uit. Hierdoor kunnen klanten zich ervan verzekeren dat zij een goed product aanschaffen.